Arnhem heeft er een nieuwe ijssalon bij. Rolf Ratelband opende ijssalon K in de Roggestraat. Maarten Venhovens van RTV Arnhem sprak met hem. Ik heb de zaak naar mijn dochtertje vernoemd, IJs van K. We hebben het recept van mijn opa. Het is dus banketbakkersijs wat wij zelf produceren. Maar we hebben wel geïnnoveerd. Het echte traditionele banketbakkersijsje ligt behoorlijk zwaar op de maag. Er zit heel veel suiker in. Wordt van volle vette melk gemaakt met heel veel room. En wij hebben gekozen voor volle biologische melk van natuurboeren. Die koeien die grazen dus alleen maar op de weide. En die kruiden en grassoorten die proef je terug in het ijs. Wij koken zelf het ijs hier ter plekke in de ketel. Dan koelen wij dat terug. Dan gaat het in een ouderwetse bokvriezer. Dat zal ik jullie straks laten zien. Er zitten geen E-nummers in, geen smaakstoffen, geen conserveringsmiddelen. Het is allemaal puur natuur dagvers bereid. En bijvoorbeeld als wij dan aardbeienijs maken, dan gooien we 3 kilo verse aardbeien bij de melk die we dus gekookt hebben, die in de bokvriezer zit. En dan hebben we aardbeienijs of dat doen we dan met citroen. Vandaag hebben we de smaak van de dag tomaat basilicum. Dat is een vers lekker ijsje. Het leuke is van een tomaat, op het moment dat die bereid wordt, komen eigenlijk pas de vitamines vrij. En zo willen we eigenlijk een aantal vaste smaken hebben en 1 of 2 wisselende smaken van de dag en kijken wat de mensen ook lekker vinden. Het is een heel bijzonder ijsje. Het is heel apart van smaak. Mijn dochter is er ook gek op. En eigenlijk om dit de Arnhemmers te laten proeven, bieden wij dit de hele week gratis aan. Dus alle Arnhemmers, ook mensen van buiten uiteraard, die kunnen dit ijs gratis komen proeven. Vanaf vandaag tot en met zondagavond. En dan mogen de mensen zelf oordelen of ze het lekker vinden en of ze nog een keer terug willen komen. Wat ga je in de winterperiode doen? Na het seizoen, dus voor 5 december, gaan we pepernoten doen, speculaas en chocola. Vanaf 5 december tot 31 december gaan we oliebollen doen en appelbillets. Maken we ook allemaal zelf. Ik heb alle recepten nog van mijn opa. 1 januari gaan wij dicht en dan gaan wij 1 maart gaan wij weer open met ijs. Maar dan komt de Pasen eraan en dan gaan we weer chocolade eitjes zelf maken. In combinatie met ijs uiteraard. Kijk, normaal gaat het sneller, maar nu zit er weer in de tomaat. Er zit natuurlijk een hoop vocht in de basilicum. Er komt er weer vocht bij de ijs, moet hij opnieuw beginnen te koelen. Je ziet, het is puur natuur. Mooi, hè? Wat een bak, hè? Kijk niet naar.